8 parkwoningen, 12 dijkwoningen, 5 bungalows en 8 appartementen. Dat is wat Lens Buiten-Oost zal bieden. Tenminste, als het af is. Voor nu is de aannemer nog druk bezig met de bouw van de nieuwbouwwijk aan de Waal. Omdat de bouw al in volle gang is, wordt dit feestelijk gevierd met de nieuwe bewoners en een glaasje champagne. Lens Buiten-Oost is het nieuwe woonbouwproject aan de rand van Lent. Met het nieuwe bouwproject wordt het dorp een beetje meer uitgebreid naar de dijk. De bouw hiervoor is al in volle gang en daarvoor was er een feestelijke bijeenkomst voor de nieuwe bewoners en de projectontwikkelaars. We gaan feestelijk de start van de bouw vieren. We hebben daar iemand voor uitgenodigd die dat dadelijk voor ons gaat doen op een feestelijke manier. Daarbij hebben we alle kopers van het project uitgenodigd, zodat ze met ons eigenlijk de start kunnen vieren. Maar zoals je achter me ziet, ze zijn al volop bezig met de bouw. Maar we wachten altijd even met deze viering dat er echt ook iets te zien is. En dat is van Dit wordt de nieuwe wijk in de Waalsprong en het heet Lens Buiten-Oost met 33 woningen. Ja, we hebben eigenlijk gekozen voor een ontwerp wat ook past bij een groene omgeving. Je zit hier natuurlijk vlakbij bij de rivier. Dus eigenlijk passend binnen het landschap. En het hele landschap is ook zo ontworpen. De woningen zijn deels met houten gevels allemaal. Eigenlijk past alles bij de omgeving. Nou, ik vind Lens Buiten-Oost een mooie ontwikkeling. Het zijn toch weer een aantal huizen die we toevoegen aan de Waalsprong. Want heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. Ja, en deze liggen ook heel erg prachtig aan de dijk, vlakbij het water en vlakbij de natuur. Omdat de nieuwbouwwijk zich aan de rand van de Waal bevindt, is het erg belangrijk dat het bouwplan ook rekening houdt met duurzaamheid en zich aanpast aan de natuur die zich daar bevindt. Nou, wat we bijvoorbeeld in de Waalsprong erg belangrijk vinden aan nieuwbouwwoningen, is dat ze natuurinclusief zijn. En dat betekent dat ook de dieren die hier wonen, dat die ook goed inpassen in die gebiedsontwikkeling. De woningen zijn allemaal energie-neutraal, dus gebouwgebonden energie-neutraal. Energielabel A, 3 keer plus is dat. Dus eigenlijk met name op die manier dragen ze bij. Lens Buiten-Oost draagt op deze manier niet alleen bij aan een klimaatvriendelijke toekomst, maar draagt ook een steentje bij aan het woningentekort in de gemeente Nijmegen. Toch zal dit zeker niet het laatste nieuwbouwproject zijn. Dat gaat ook nog gebeuren in de Waalsprong. Er komen nog 5000 woningen bij. Dus we zijn nog niet klaar, maar het einde is in zicht. Maar gelukkig hebben we ook op andere plekken in Nijmegen locaties waar gebouwd kan worden. Rondom het station bijvoorbeeld en de Winkelsteeg. En zo hopen we dat woningtekort de komende jaren toch echt wel drastisch kleiner te maken. Maar over de hele stad willen we wel een evenwichtige verdeling van die betaalbaarheid. Zodat iedereen een woning kan vinden die past bij je portemonnee. Van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe woning.